Welkom kijkers bij deel 2 van Castaway. In de vorige episode kon je zien dat we alles aan het investigaten waren. We hebben nu een shelter gevonden. En je denkt vast wel, waarom maken jullie geen workbench? En waarom maken jullie geen tools? Want in de challenge stond dat we dat niet mochten doen totdat het weer dag werd. Dus vandaar. Moet even wachten. Ja, inderdaad. Dan moeten we even het uithollen, want dit is wel een lekker plekje om te beginnen. Ja, maar ik wil het uithollen met een dinges. Met een? Pickaxe. Ja, dat weet ik. Maar dat hebben we nu nog niet. Ik ga even kijken of hieronder nog iets leuks is. Zoiets. Sand. Ik maak het even nog een floor dieper. Ik doe ook nog meer blocks. Hé, hey, hieronder zit een gangetje. Of ligt naar mij? Oh nee, dat is gewoon random. Zo zie ik hoe dit gemaakt is. Ja, het is echt sick gemaakt dit. Ja. Oké. Ik heb het een beetje dicht gemaakt hier en daar nog. Is het alweer licht? Oké, het zuigt echt inderdaad het wachten. Ja. Het is bijna weer licht. Denk ik. Ik zal even proberen te kijken. Als ik erop kom. Nee, het is steeds donker. Oh, het gaat al schemeren. Oké, dat vind ik wel goed genoeg. Kom, we gaan een workbench maken. Oké, is goed. Gedaan. Right. Leg maar even neer. Hier, ik heb hier wat hout voor je. Ik heb ook moss stone. Geen OKT moss. Oh, dat vind ik creeper natuurlijk. Yes. Pickaxe. Essentieel, jongen. Ja, zonder kan je echt niet overleven. Waarom heb je daar hoel geplaatst? Ook even niks nergens anders bij kon. Geef je ding eens, kunnen even bedden maken. Geef je hoel eens. Dit is onze in- en uitgang. Geef goed? Je hoel. Ja, is goed. Geef je hoel eens. Ja, ik maak zelf een bed. Oké. Zo een beetje. Mooi. Wow, het is weer een drop in één keer. Ja, het ziet er heel random de hele tijd. Ja. Toch een leuk eiland vind ik dit tot nu toe. Zeker. We moeten even een trap maken zometeen om naar buiten te gaan. Oh nee, laat maar. We hebben hier naast deze watervalgang. Oh. Even dichtmaken dit. Hou ik me eerst even weg, inderdaad. Zo, en dan hak ik het hier even weg. Zo. Nee, kut. Ah. Klaar. Ik kom niet goed bij. Ik maak even snel een shoveltje. God damn it. Shovel. Oké. Okay. Nee, laat dat nou zitten. Nee, gewoon even een beetje een vierkantje maken. Ja, weet je hoe groot de gang je er nou maakt? Ja, cool toch? Nee, man. Wel, ik ben bang als ik het weghak, dat ik dan, hoe heet het, krijg. Zo'n beetje zo'n verkeerde stroming, echt zo'n verneukte Minecraft stroming. Oké, maak dat even dicht. Wat? Hier is de ingang. Er zit al een deur. Zie je? Oké, Luke, wat de fuck doe je? Oh, dat was niet de bedoeling. Oké, dit is duidelijk een verneukte Minecraft-stroming. Kijk hoe het gaat allemaal. Oh, je hebt helemaal verneukt. Hoe kan dat nou hier binnenkomen? Zo, nu is het weg. Zullen we het houden als een escape route of zo? Ja, is goed. Okay. Moet er ook even een deur voor. Dan hebben we twee ingangen, dat is prima. Maak het dichter, geen zorgen.
Ziet er goed uit. Ja, het is best mooi op zich. Oké, dan ga ik even dit allemaal weghakken. Wat? Wil je het nog dieper maken? Nee, ik even een één vloer maken. Oh, ja, ik, okay. Weet, ik ben autistisch, was nog. Maak er een zandvloer van, hebben we daar genoeg voor? Dat weet ik dus niet, maar... Ik heb er 17. Ik ga even zand hakken. Oké, is goed. Dan hak ik de rest weg en dan plaats ik alvast de helft. Maar die spinnen zitten best bij de hand hier. Oh nee. Spinnen! Ik heb gestankt door een spin. Lol. Niet lol. Dit ding is een fucking... Ah, fuck. Ga weg. Ga je met anders stalken. Is hij weg? Ja, hij is weg. Door mensen niet sparen. Oké, okay, faal. Oh, creeper. Oh, dat is een creeper. Dat is wel handig. Nee, dat doe ik niet doen. Die niet met creeper spelen. Tip 1 in Minecraft. Nooit spelen met een... Oh, er zit weer eentje. Ik heb een geheim gang gevonden, maar er zit een spin voor. Wie gaat er lopen? Oh, hij zegt. Hij zegt. It's gone. Waar ben je nou? Ik moet er even bij. Kutspin. Waar is die spin? Hallo? Oké, ik heb een beetje aan dinges gemaakt. Oh, het is gewoon een weggetje. Hey, ik heb een gang gevonden. Van sandstone. Creeper. Creeper. Oh, fuck, ik ben opgesloten. Wat ben je aan het doen, Luke? Ja. Kijk! Oh, dat even close, baby. Zeg het maar als je moet geteleport worden, hoor. Nee, ik doe het legit. Oké, is niet waar. Hak nou even zand, pik. Ja, ik heb al best veel. Oké, dan kan je komen op zich. Ja, maar ik ben even aan het kijken of ik nog iets vind aan een secretje of zo. Fuck. Dit wordt mijn ondergang. Nee, spin. Ik ben dood, kak. Dit is zo scher. Jij gaat weer dood, hè? Oh, hij is slecht. Pak mijn kaart even op. Ja, ik zoek eventjes, maar er is nog steeds een spin naast, als je het nog niet gemerkt hebt. Dat is ook al die importante shit, maar hier, kaart, hier ligt het ding. Hier. Heb jij de kaart al? Nee, die ligt hier. Oké. Okay. Cool, jij hebt een bed opgepakt, dan is het goed. Ja. Oké, gaan we naar het huis toe. Er ligt kool hier, dat is op zich wel gunstig. Wow. Oké. Ik heb ook 1 sandstone. Wat een mooi tapijt. Oké, dan gaan we de muur ook van 1 ding maken. Ah nee, what the fuck? Joehoe. Doe deze straal af. Look, wat doe je? Beetje ongeluk. Zo. Wow, hier gaat een... Oké, dat is niet goed. Jee. It's working. Ik ga even een inkeven maken. Oké, waar is mijn bed? Oh, die heb je al teruggegeven. Heb je mijn kist opgepakt? Plaats die even ernaast. En ik wil over mijn pickaxe, die heb je ook opgepakt. Stone pickaxe. Oh, mijn bed wil ik hebben. Die plaats ik al voor. Nee, nog niet. Ik kon hem even... Nee, ik kon kijken waar ik bezig was. Ik was een slaapkamer aan het maken. Kun je een stone pickaxe voor me maken? Is mogelijk. Nee, dat vraag ik niet. De vraag kun je even van me maken. Oh, nou gewoon niet antwoorden, hè? Jawel, sorry. Ik was even bezig met dat deur. Maar nu is het gefixt. Ja. Stone pickaxe incoming. Zo, we hebben een mooi kamertje. Hier, alsjeblieft. Dank je. Ik ga even terug, kijk even alle challenges even bekijken. Ik heb appeltjes. Nom 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 nom.
Oké, kijk in die chest. Zie je wat er allemaal in zit? Oh jee. Yeah. Ja. Ik ga even naar het cactuseiland scannen. Kan nog, moet er gewoon een secret zitten in dat eiland daar. Ik vind het wel leuk tot nu toe, Castaway. Zeker. Creatieve naam ook. Castaway, snap je hem? Die film? Ja. Wilson! Wilson! De zeebodem is zo diep hier. En that's what she said! Nee, wat? Oh, en ik zie alweer een nieuw ding. Nee, daarachter zie ik een boompje. Nee, noob. Is het daar verlichting op de zeebodem? Echt? Waar? Ik ga er al naartoe. Oh, daar. Dat is het lava of zo. Vast wel ergens middenin. Ah, hier middenin ergens zit hier sowieso iets in een chest of zo. Kan niet anders. Ik ben benieuwd wat het is. Als het lava is met glas erboven, dan zegt ze: oké, okay, fuck it. Get owned. Waar slaat dit gewoon op? Al die cactussen. Oh, ik ga naar de grote cactus toe. Ben jij op het cactus-eiland? Ja. Oh, hoe wist ik het? Oh, dat was zo sick van mij. Ja, ik ging graven onder de langste cactus en er zat een chest. Met 20 green wool, 5 slime ball, 20 lime wool en een netherrack. Oké, ik ben in de dinges. Heb jij een stone pickaxe bij je? Dat is zo slim, ja. Oké, zal ik je even TP'en? Nee, ik ben even hier nog... Ja, maar dan moet je even dit iron... Ik ben even een nieuwe gang. Wow, ik ga erin. Dit gaat echt nooit dood worden. Oh, dus er zit een archer. We mogen toch geen glowstone harvesten? Jawel, maar niet wat bij het begin zat. Oké. Okay. De beginkamer, denk ik. Oké, ik heb één hele vol stack met cactus. Oeh, ik ga van het andere eiland toe. Ga ik daar even investigaten. Oké, dan niet. Luister vooral niet naar wat ik zei. Nee. Bitch. Wow, ziet er cool uit. Het is echt gewoon één hele grote. Zijn er dan ook lanterns? Dat is toch vet daar. Oh, ik ga het zo net aanhalen. Oeh. Dat was een hele gedurfde gokwaag. Gokwaag, tuurlijk. Oké, waar ben je nu? Ik ben bij dat eiland, weet je wel. Bij dat eiland achter de cactus. Hé, ik zie klootzak in de boom. Waar, met het hele gave water dat eraf loopt? Ja. Oh ja. Waar jij bent. Ik weet niet of je het roede kan zien, want ik zie jou niet. Are you stalking me? Hm? Nee, ik ben nu op... Tell me, where are you? Tell me! Stop stalking me! Ik ben nu op een mini-eiland. Oké, dit is echt gewoon... Oh ja, ik zie een chamber. Dat onder water staat, maar het close dan in. En iron. En diamond, yay. Ik heb pumpkin geharvest. Er zit diamond hier. Dat is chill. En ik heb iron, ik ben iron harvesten nu. Ik was op dat mini-pumpkin island. Tegenover de hier is echt een hele dikke cave met allemaal iron. Dankjewel, makers. Zeer attent. Ik heb 3 iron nu. Er is ook hier diamond ore. Diamond ore? Ja. Oh, maar daar kan je niks mee zeker nu. Nu nog niet. Ik harvest even de glowstone. Ik hoor de vogeltjes fluiten bij jou. Oké, ik... Hey, spawner! Een chicken spawner! Echt? Ja, dat is wel nice. Hoe maak je dat dan? Vind ik veel. Ik zie alleen een chicken spawner. Is het alles op het eiland? Of is het nog ergens een secret? In een boom of zo? Jij hebt op het awesome eiland met die boom met water eruit, zei je? Ja. En elke boom is allemaal glowstone. Maar ik ga even ja, dat zie ik vanaf hier. Daaronder zit... Waar ben jij dan? Are you stalking me again? Nee, fuck you. Waar ben je dan? Goddammit, ik word gecharged door een spin. Het geheim met James Bond spin. Kijk, ik zit boven in de bomen. Ik zoek een chest. Maar er is geen chest. Van de andere climax. Ah, het zijn er 2. Ik dacht al. Wat is mijn probleem? Oh nee, ik ga dood. Luke, TP, please.
Oh yeah, dat was zo rap. Ah. Holy shit. Kijk, ik ben helemaal op de bomen. Maar ik denk dat hier echt een chest moet liggen, maar dat is niet zo. Het is gewoon bijna boom. Hey, daar heb je nog meer. Daar heb je ijs en zo. Oh, dit is zo lelijk. Oh, jij bent echt dom, hè? Ik ben doodgevallen. Ja, jij bent echt retard. Oké, ik voel me nu niet zo heel slim. Oh ja, daarna ga ik ook doen. Sorry. Fuck, heb jij twee dingen opgepakt? Ik had niet meer bij me, gelukkig. Ik heb pumpkins. Ja. Ik heb 8 armor. Je moet even hieronder kijken. Kijk eens. Hieronder. Zit die gang met, wat heet dat? Met glowstone. En hier moet je even kijken hier. En hier zit daar met oor. En een chicken spawner. Archer. Archer. Wacht, ik kom niet bij. Ik zit in de waterstroom vast. Ja, ik glitch hem in de boom. Kut, Archer. Smack your ass. Hij is dood. Ja. Het dropt niks. Gierig. Ik ga daarheen, naar het plateauotje waar de zombie staat. I'll be coming for you, zombie. Maar ben je bij het eiland eerst diamond ore, volgens mij. Zag dat? Nee, dat is niet waar. Een chicken spawner, die werkt zeker alleen als al het water weg is. Ja, denk het wel. Of als alle klozen weg is ofzo, want... Nee, we moeten dat water weg toveren. Zo chill een chicken spawner, dan kunnen we gewoon bijna feathers maken. Met feathers, zoals iedereen weet. Kun je arrows maken? Met arrows kun je iedereen ownen. Dat is echt de minst belangrijke waar ik aan dacht. Dacht jij dan aan vlees? Tuurlijk, voedsel. Oh ja, je denkt gelijk weer aan een eten, hoor. Oh, het is altijd hetzelfde met jou. Hanier, hoe lang zijn we bezig? Een kwartiertje. Oké. Okay. Oh nee, mensen denken, oh nee. 5 minuten al voorbij, oh nee. Helaas. De tijd is snel. Maar bedankt voor het kijken naar Castaway Part 2. Vond je hem leuk? Graag een groen duimpje. Ik ga het even zo doen. Wacht eventjes. F1. Zo. Vond je hem leuk? Een groen duimpje. Als je het geabonneerd bent, kan het hierboven. Boven mij. Daarboven. Doei. En zie ik jullie later. Doei. Doei.